In de tent staat de agent, komt naar buiten, de zon schijnt. Van harte welkom heet op dit heel bijzondere plekje, misschien wel het mooiste plekje van Nuenen. Dat welkom geldt natuurlijk de buurtbewoners, geldt de belangstellenden die uitgenodigd zijn hier speciaal voor. Geldt voor de leden van de gemeenteraad, natuurlijk de leden van het college. Geldt voor onze medewerkers. Geldt voor de aannemer, de onderaannemers. En eigenlijk, maar ze zijn er niet allemaal, voor al onze inwoners. Want, en dat gebeurt natuurlijk middels de beelden en de geluids. Opname die gaat plaatsvinden. Elkaar komt. Wat je met recht kan noemen het oude hart van Nuenen. En als je een oud hart hebt, dan moet daar af en toe onderhoud aan de waterstructuur waar water doorheen stroomt, dat ook hard nodig was om daar aan te gaan werken. En dat heeft het, dames en heren, toe geleid dat er een waterplan tot stand is gekomen. Aan de aannemer, maar ook aan onze eigen medewerkers die ervoor gezorgd hebben dat het allemaal heel erg goed liep. En dat is belangrijk dat we toch realiseren dat we in een bijzondere gebeurtenis te melden die niemand ontgaan kan zijn. Want op een gegeven moment, toen hier een kraanmachinist bezig was om hier de laatste stukje riolering die kant uit te leggen, op dit gedeelte althans het laatste stukje, toen stuitte hij op wat leek een stenen randje. En zoals dat gaat met zware machines, je tikt die snel aan, zoals dat ook gebeurt. En als niet Kees Robers, die daar woont, net op dat moment naar buiten gegaan was en stop, iets van die aard geroepen heeft, dan zouden we hier wel staan, maar dan zouden we niet hier straks een putdeksel kunnen onthullen. Om u in de put te helpen, want dat is niet de bedoeling natuurlijk, u moet een heel vrolijk gevoel krijgen van wat u daar straks gaat zien als u in die put kijkt. Want dan kijkt u door dat rooster. En dat rooster, dat is ontworpen door de kunstenares Lisbeth Rutte. Zij heeft de opdracht gekregen om met het idee uit de werkgroep te komen tot een sierlijk kunstwerk in de vorm van een deksel. Ik denk, dames en heren, dat naar wat er gezegd is, dat het tijd wordt om de deksel te gaan onthullen. Daarmee nogmaals dankend alle werkers die feitelijk gezorgd hebben dat het er zo uitziet als het er is. En dat zijn er heel velen geweest die heel erg hard gewerkt hebben om het hier zo mooi te maken. Ik ga daarbij natuurlijk geen namen noemen, maar degenen die daarbij betrokken zijn geweest, die weten dat zelf maar al.
Ik wil uitnodigen onze tweede projectleider. Ja, die komt niet. Ze stunt nee. Ja, u mag komen naar beneden om hierbij te staan. Nee, u stunt nee. Goed. Ik wil voorstellen, dames en heren, dat we allemaal naar voren treden en allemaal een puntje pakken. En dan tillen we hem op. En dan is daarmee de vernieuwde berg officieel geopend. En is daarmee ook de punt in ere. Zo heet de burgemeester van Beek. Gerard, alsjeblieft. 6 meter diep. Enkele jaren geleden toch nog anders over. Namens de bewoners, ondernemers, verenigd in de vereniging Belangenberg-Nunen, kan ik met trots vaststellen dat wij op dit historische moment op een historische plaats staan. Een historische plaats omdat, zoals ik al eerder gememoreerd heb in een andere context, Nunen het centrum van de wereld is. En dit plaatje, de plaatsen genoemd, werk en omgeving, het centrum van Nunen is. En daarmee is dus de plek waar we nu staan het centrum van de wereld. Waarvan achter. Trots op het feit dat wij hier als bewoners mogen wonen en dat ondernemers hier vandaag hun boterham verdienen. Ik wil toch graag van de gelegenheid gebruik maken dat wij toch nog enige wensen op ons lijstje hebben. Want zo hebben wij nog steeds last, zal ik maar zeggen, van het parkeer. We zullen doen op deze plek. De berg en omgeving een mooie woonomgeving te laten blijven en een geweldige omgeving laten worden, voor zover dat het van die is, voor de ondernemers onder ons. Want wij vinden het belangrijk dat ondernemers ook op een goede wijze hier hun boterham kunnen verdienen. En het zou ons dan ook wat waard zijn dat de leegstaande commerciële ruimtes in het oog van Nunen binnenkort ook geopend gaan worden, zodat ook dat laatste hoofdstuk van de herinrichting van de berg kan worden geworden dan waar we vandaan komen. Dus het lijkt me ook op zijn plaats om al die mensen die daar hun bijdrage aan hebben geleverd, om die te bedanken. En ik stel voor dat we daar ook even voor applaudisseren. En ik weet niet waarom mij die beurt ten ere valt, maar Gerard Vrijhoeven heeft mij gevraagd u uit te nodigen om in de tent een borreltje met ons te drinken. Camera Lisbeth Rutte, de maker van het kunstwerk wat hier onthuld is. Lisbeth, hoe is de gemeente Nunen nou bij jou terechtgekomen als venrijzer? Nou, ik had in Venray de opdracht een jaar daarvoor gekregen om ook op een waterput die op de markt gevonden was, om daar een bronzen putdeksel voor te maken. En iemand uit Nunen zag die liggen en heeft bij de gemeente navraag gedaan wie dat gemaakt had. En toen was het lijntje gauw gelegd. En het kunstwerk zit een bepaalde symboliek achter. Kun je daar wat over uitweiden? De symboliek is water en vuur. En ik vond dat een prachtige combinatie. Want de basisvorm eigenlijk, symbolische vorm voor de water en vuur is een druppelvorm. En die druppelvorm die heb ik gebruikt aan de onderkant om het gedeelte van de water in weer te geven. En de bovenkant om het gedeelte van het vuur weer te geven. En de omtrek, daar heeft een punt en die wijst in de richting van de pomp waar het water vandaan komt. Dus dat geheel bij elkaar vond ik, ja, klinkt als een klok eigenlijk, dat hoort bij elkaar. Ja. Normaliter werk je veel in brons, heb ik begrepen. In dit geval is het in gietijzer uitgevoerd. Waarom dat? Het was een verzoek van de gemeente en achteraf ben ik er heel erg blij om. Want ik vond het erg leuk om te doen en ik vind het wel wat het resultaat ook heel mooi geworden.
En ja, ik maak meestal werk in brons, dat klopt. Maar ik hoop dat dit een stap is naar meer werk in gietijzer. Wat betekent dat jij een mal gemaakt hebt en dat dat verder ergens verder verwerkt is? Ja, ik heb een model gemaakt. En dat model dat gaat dan naar de gieterij. De gieterij maakt er een mal voor. En daar hebben ze een hele grote verkisting voor nodig. Die hebben ze speciaal uit Duitsland moeten laten komen. Het is een erg grote maat geweest. En dan doet de gieterij daar wat rest. Ik weet zeker dat nu naar jouw kunstwerk heel vaak zullen bekijken. Dat kan ik heel fijn vinden. Dank voor het gesprek. Graag gedaan.